Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe XGN Nieuwsflash. De gameindustrie begint weer langzaam aan het werk te gaan na de feestdagen. Dus dat betekent dat wij weer vol zitten met allemaal nieuws. Vandaag hebben we het over nieuwe games, DC en Ubisoft. Dus ga extra goed zitten, want dit is de XGN Nieuwsflash. Het grootste nieuws deze week ging over twee nieuwe games die deze week werden aangekondigd. De grootste titel hiervan was Evolve, die in het laatste nummer van Game Informer zijn gezicht liet zien. In dit spel jaagt een viertal spelers coöperatief op een monster die naarmate het spel vordert steeds groter en sterker wordt. Dit monster, ook wel Goliath geheten, wordt bestuurd door een echte speler. Evolve moet voor de nieuwe consoles en voor de PC verschijnen, maar de releasedatum hiervoor is op dit moment nog onbekend. Een andere titel die deze week werd aangekondigd is Alien Isolation. Dit spel is een survival horror game gebaseerd op de bekende film. In de game ben je vrij machteloos en hierdoor zul je meer op de vlucht gaan dan vechten tegen de grote xenomorphs. Isolation heeft wel een release periode gekregen en moet dit jaar nog verschijnen. De game komt eruit voor de last en next gen consoles en voor de PC. Iets anders dat deze week werd aangekondigd was PlayStation Now. Met deze online dienst kun je oudere games, waaronder PS3 titels, streamen naar console, handheld of televisie. Games die je kunt gebruiken met deze dienst zijn bijvoorbeeld Beyond Two Souls, The Last of Us en Puppeteer. Voor het streamen heb je wel een verbinding nodig van minimaal 5 megabyte per seconde om alles goed en vloeiend op je scherm te krijgen. Ander nieuws van Sony ging over de PlayStation 4. De volgende levering van de console krijgt namelijk voorrang in de Verenigde Staten en in Europa. Het bedrijf kiest hiervoor omdat heel veel mensen in deze gebieden nog op het nieuwe apparaat moeten wachten. De dupe hiervan zijn bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten die een toekomstige console moeten inleveren ten koste van ons. Ook de andere nieuwe console kwam deze week in het nieuws en wel over de streaming service Twitch. Deze zal namelijk nog niet verschijnen voor de Xbox One. Dat maakte Twitch bekend in een tweet. Volgens het streamingsprogramma wordt er gewacht op Microsoft op het bericht wanneer de service mag verschijnen voor de Xbox One. Maar dit is momenteel nog niet gebeurd. Hierdoor verwacht Twitch dat het de komende maanden nog niet zal verschijnen op de nieuwe console van Microsoft. We weten inmiddels wel dat in 2013 GTA V het meest populaire spel was van het jaar. Maar de populairste film was van een heel ander kaliber. Despicable Me 2, of Verschrikkelijke Ikke 2, was de best bezochte film in 2013 in Nederland. In totaal werd de film door bijna 1 miljoen mensen bezocht. De best bezochte Nederlandse film was Verliefd op Ibiza, terwijl De Nieuwe Wildernis de best bezochte documentaire was. Terug naar 2014. Deze week doken er nieuwe geruchten op over een nieuwe rallygame van Codemasters. Op Twitter vroeg een fan aan de Britse ontwikkelaar of Dirt 4 dit jaar zou worden aangekondigd. Codemasters reageerde hierop door te zeggen dat hij zijn vingers gekruist moet houden, wat erop hint dat een nieuwe rallygame dit jaar zou verschijnen. Het laatste deel uit de serie Dirt Showdown stamt alweer uit 2012 en kreeg van ons een 9.3 in de recensie. Een titel die dit jaar uitkomt is de shooter Titanfall. Hiervan werd bekend deze week dat het maximaal 12 spelers online ondersteunt, die dus 6 tegen 6 met elkaar zullen strijden. Ontwikkelaar Respawn Entertainment koos hiervoor omdat dit volgens hen zorgt voor de beste balans in het spel. Of de rest van de tegenstanders wordt opgevuld met AI-personages is op dit moment nog niet bekend. Een van de populairste games op dit moment is de zombie-simulatie DC. Het spel, die de titel best verkochte game tijdens de kerst opstreek, bevindt zich momenteel nog in de alpha-fase. Volgens ontwikkelaar Bohemia Interactive duurt het nog wel eventjes voordat het spel naar de volgende fase, de beta-fase, gaat. Volgens het bedrijf gebeurt dit pas rond het einde van 2014. De echte release van het spel, de definitieve release van het spel, vindt hierdoor pas op zijn vroeg plaats in 2015. Het laatste nieuws deze week gaat over Ubisoft, die opnieuw in het nieuws kwam wegens het uitstellen van games. Zo maakt het Franse bedrijf bekend dat de South Park The Stick of Truth 3 dagen is uitgesteld en doken geruchten op dat The Division ook later het leven zich zou zien. The Division zou daardoor pas in 2015 zijn gezicht laten zien. Als dit waar is, zet Ubisoft zijn slechte trend voort met het uitstellen van games, aangezien vorig jaar het bedrijf spellen zoals Watch Dogs, The Crew en Rainbow Six Patriots uitstelde. En dit was het alweer voor vandaag voor de XGN Nieuwsflash. Ik hoop dat jullie een goed weekend hebben en ik hoop jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe editie van de XGN Nieuwsflash. Tot dan.